Hoi, ik ben Maurice. Ik werk als beheerder van de openbare ruimte bij de gemeente Delft. En we hebben een vraag gehad. Waarom loopt het water niet weg na een flinke regenbui? Goeie vraag. Je ziet inderdaad met enige regelmaat dat straten blank komen te staan of dat regenwater slecht wegloopt. Hoe komt dat nou? In de oude situatie kwam alles op één buis terecht. Maar wat voor afvoer hebben we dan? We hebben hier staan hier, dat is een hele duidelijke. Die loopt naar boven toe, naar de dakgoot. Dit is de regenwaterafvoer. Daarnaast heeft de woning nog veel meer afvoeren. We hebben de keuken, de wc, de badkamer. Misschien heb je links en rechts nog ergens een wasbakje of iets voor de tuin. In het verleden kwamen al deze dingen op één buis in de riolering terecht. Tegenwoordig scheiden we dat. En tegenwoordig wordt dit afgekoppeld op een hemelwaterafvoer. Dit is een put, een verzamelput. Je kan hier de diameter zien. Hij is vrij groot. Hij kan voor twee doeleinden worden gebruikt, omdat het riool nu gescheiden wordt. Dus deze wordt of voor regenwaterafvoer gebruikt, of voor vuilwaterafvoer. Oké, we staan nu in de put. Hier kan je goed de oude situatie zien. 50 jaar geleden werd de riool ontworpen met deze diameter. Hier zat hemelwaterafvoer op en het vuilwaterafvoer van de woningen. Dus vrij beperkt, alles ging daar doorheen. Dus je ziet nu waar de riolering niet is vervangen, heb je heel veel problemen als er een heftige regenbui is. Hoe gaan we dat oplossen? Aan deze kant kan je het goed zien. Hier staan twee nieuwe buizen. Een heel stuk groter. Eentje is voor de hemelwaterafvoer, de andere is voor vuilwaterafvoer. Omdat deze buizen veel groter zijn, hebben ze veel meer capaciteit. En daardoor is het ook veel makkelijker als het hard regent om het water af te voeren. Dit is een parkeerplek en normaal gesproken in het verleden was een parkeerplek een gewone verharding. Maar als je nu kijkt, dit is een open tegel waar gras in groeit. Dat betekent op het moment dat de neerslag komt, zakt het water hier de grond in en stroomt het niet af naar de hemelwaterafvoer. Een andere methode, dat kunt u zelf doen. We hebben hier hemelwaterafvoer. Daar kunnen we twee dingen mee doen. Als eigenaar van je perceeltje kan je er een regenton onder zetten, maar je kan ook op de website www.delft.nl aanvragen of je hemelwaterafvoer kan worden aangesloten op de riolering. Oké, we staan hier bij een put, hemelwaterafvoer. En het weer heeft natuurlijk heel veel invloed op de omstandigheden. Dus zorg ervoor dat we met z'n allen die stad beter kunnen maken. Het weer heeft er invloed op. Als we het met z'n allen aanpakken, dan komen we aan een weerbaar Delft voor de toekomst.